Ja, ik heb er geloof in Ronald. Ik geloof er heilig in. Echt waar. Hij moet zijn nog bewijzen. Ik bedoel, hij heeft zijn wel bewezen bij andere clubs natuurlijk. Maar ja, met dat jongen is goed. Ik bedoel, ja. Het is opwachten allemaal, hè? Het is niet de droomkandidaat voor mij, in ieder geval. Ik denk voor niemand. Maar ja, het is niet anders. Wel een van de weinige beschikbare trainers die ja, van naam in ieder geval wel. En dat hij een Barcelona-shirtje aan heeft, betekent dat je een beetje fan van Ronald Koeman bent, toch? Nou, dat is puur toeval, hè. Dus. Ja, anders had je die Huub Stevens gehad. Is hij toch beter? Wat vind je er goed zo goed aan dan? Wat hij dus, ja, dat hij maar één jaar blijft. Wat ik wel vind is dat hij duidelijk is. En wat ik nu zie met oefenstof en hoe hij erop ingaat met coaching. Dat ziet er positief uit. Ik zie op je shirt al een handtekening van Ronald Koeman. Hoe kom je al aan die handtekening? Nou, in 1996 heeft hij een afscheidwedstrijd gespeeld met Barcelona. En toen vroeg ik of ik die kon krijgen van hem. En 3 dagen later kwam hij. Had zijn vrouw hem gewassen, zijn handtekening erop. En dan was vrouw met Piet. En daar ben ik heel trots op. En nou komt hij toevallig als trainer. Ik denk, dat trekt hem aan. Ik weet het niet. Ik heb er niet meer twijfels over, maar weet het niet. Waar twijfel je met name over? Hij heeft eigenlijk nog nooit echt iets gepresteerd met zo'n jonge groep. En dan wil ik wel eens zien of hij dat nou, of die kwaliteit ook heb. Bij Ajax toch juist wel? Ja, kwam hij in een gespreid bedje. Hij zegt voor het maar 0,20, begrijp ik het ook. Mag ik dat niet zeggen? Nee, joh, zeg maar wat je wil. Wanneer heeft Ronald Koeman het goed gedaan? Als hij die jongens beter maakt en dat hij ze beter laat spelen. En als je dan 8e wordt, 1e of 5e. Het is een jonge groep, zit veel rek in. Als hij die jongens positie bewust kan maken en goed veldspel kan laten spelen, dan ben ik tevreden.